Het zal je eerst daarna wel goed doen. Ik voel me verbonden met u als Armeense gemeenschap en ik ben er trots op. Ik ben er trots op om hier vandaag te mogen zijn. We hebben ons als PVV, zowel provinciaal maar ook landelijk, altijd zeer verbonden gevoeld met de Armeense gemeenschap. En ja, dit jaar is een bijzonder jaar. Het is in april 100 jaar geleden dat de Armeense genocide wordt herdacht. U weet, niet eens ieder land in de wereld erkent die genocide. Een van de gruwelijkste misdaden tegen de mensheid die in de geschiedenis van de mensheid ooit heeft plaatsgevonden. En ik, want ik voel me erg verbonden met de Armeniërs. Een gevecht, ook voor de vrijheid. Ja, wil respect betuigen in dit jaar aan hen. En ik zou ook zowel minister-president Rutte als ons staatshoofd, de koning, willen oproepen om op 24 april naar Yerevan, de hoofdstad van Armenië, te gaan. Om daar in ieder geval het eerbetoon te betuigen, ondanks mogelijke Turkse druk aan die vreselijke misdaad van de Turken. Ja, ik vind het goed van hem dat hij ook tijd aan ons besteedt en dat hij ons serieus neemt. En ik ben een grote fan van hem, dus... Ongetwijfeld ook meegekregen dat het hier in Almelo heel gevoelig ligt. Er is nog een demonstratie geweest met duizenden Turken. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik weet u, wij hebben in Nederland gelukkig de vrijheid van meningsuiting. Dus demonstreren mag, mits zonder geweld en zonder bedreigingen. We leven hier niet in Turkije, dus je mag hier demonstreren wat je ook vindt, als je dat maar geweldloos doet. Maar mijn keuze is helder. Ik kies zonder omwonden voor de Armeense kwestie. In die zin dat die Armeense genocide geaccepteerd moet worden. En nogmaals, niet alleen vanwege voor de Armeense bevolking die dat toekomt, maar ook omdat we daar onze lessen uit moeten leren. De gevaren van toen het Ottomaanse Rijk, maar nu ook opnieuw, de Islamitische Staat, zijn gevaren die we iedere dag moeten bevechten. Ja, ik vind wel dat hij de verantwoordelijkheid neemt. Je hoort van anderen hoor je er weinig van. Hij is eigenlijk de enige die durft te zeggen wat hij denkt. Ik denk dat de rest een beetje bang is. Er zullen veel mensen zeggen, de verkiezingen komen er bijna aan. Meneer Wilders komt naar Almelo waarschijnlijk om nog wat zieltjes te winnen. Nee, dat is niet zo. Ik zou hier voor en na de verkiezingen ook zijn gekomen. Sterker nog, dat hoop ik ook te doen. Onze statenfractie hier in de provincie is hier al veel vaker ook geweest. Kent de gemeenschap goed en heeft daar ook respect voor. Dus dat is niet waar. Denk je ook dat hij wat voor jullie kan betekenen? Ja, en al kan hij niks betekenen met zijn komst, heeft hij het eigenlijk al onder de aandacht gebracht. Dus dat is eigenlijk al meer dan genoeg. Wij hebben u altijd gesteund. Wij steunen u nu. En tot mijn laatste snik zal ik u blijven steunen. Dank u wel.